Is your aunt? Yeah. Yeah, okay. Goed. Ja, allemaal broers en zusters. Fijn dat ik hier mag spreken. Ik kan niet verstaan. En moet niet verstaan hier, achterin. Komt goed. Mijn hart praat. Ja, oké. Okay. Ik kan wel met haar praten. Maar mij is hier niet aan, of niet? Is hij hier? Nee, is niet aan. Nee. Ja. Jullie weten hoe dat moet. Ik wil even aan jullie voorstellen, ik ben meneer Spijkman. Ik ben zeer jong door de Heer letterlijk in mijn dekvel gegrepen. En ik ben letterlijk van de straat opgetild. Ja, dat is apart, hè? Van de straat opgetild. En ik dacht, wat is dat? Een God die je zomaar in je dekveld grijpt, terwijl dat je van het leven af wil. Dat is wat. Maar de Heer die leidde het zo, dat ongeveer 10 dagen later ik in een samenkomst kwam en ik eindelijk eens hoorde wat het werkelijk inhield om echt christen te zijn. Nou, en dat wilde ik maar wat graag. Het levend water, dat wilde ik. Ik kwam in een hele kleine huiskamer en ik sprak met een oudste echtpaar. En die zei, weet je wel hoe je Jezus moet dienen? Ik weet er niks van. Ik snap er niks van. Nou, maar je ging toch al die rare naar de kerk? Ja, ik ging naar de kerk, maar hoe je Jezus moet dienen, sorry hoor, weet ik niet. En die Heer die overgoot mij, letterlijk en figuurlijk, met zoveel kracht, broeders en zusters, dat ik in vuur en vlam ben komen te staan voor Jezus Christus. Amen. Ik kon gewoon niet anders. Het was zelfs zo krachtig, dat mijn vader en moeder toen ik thuis kwam, s'nachts om 11 uur ben ik eerst naar mijn bed gegaan. Ik heb de hele nacht voor het Heer lopen zingen. Ik kon niet slapen van geluk. Ja. En toen kwam ik beneden. En of je het geloven wil of niet. Wat gebeurde er? Ik zat letterlijk mijn boterhammetje te eten. Want ik was zo fris als een hoentje. Want ik was met de Heer opgestaan. Letterlijk en figuurlijk. En ze zei. Maar Jezus. Je straalt licht uit. En de deur werd met een knal dicht gegaan. Zo is mijn leven met de Heer begonnen. Apart, hè? 10 dagen voor mijn 18e verjaardag. Lekker vroeg. Ik was er vroeg bij. Ja. Nou, en toen moest het leven beginnen. Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. Maar ik zal u vertellen, God heeft mij een lieve vrouw gegeven. Die zit daar. En ik zal u vertellen hoe dat ging. Ik was helemaal niet in voor vrouwen, want ik had alleen maar ongelukken meegemaakt en dat was niet leuk. En toen zei ik de Heer, Heer, hou alle vrouwen maar bij u, ik ga u dienen, laat vrouwen maar zitten. Zo ging dat. Maar ja, toen werd ik ziek, heel erg ziek. En mijn moeder moest mij verzorgen. En toen moest ik weer gezond worden en dat deed de Heer ook. Maar ja, toen ik weer gezond was, wat moest ik? Ik was nog altijd alleen. Ik woonde op een klein kamertje van 3 bij 4 meter. Echt waar. Ik had een klein bureautje. En dat was alles. En er waren mensen die spottend zeiden, is dat jouw God? Jo, pak toch de kansen van de wereld. Ga leren, ga dit, ga dat. Ze hadden allemaal advies. Maar ik had maar één advies. Heer, wilt u mij leiden in mijn leven? Dat was mijn advies. Daar hield ik me heel erg aan vast. Niet krampachtig, nee, gewoon zoals het in het alledaagse leven hoort. Je vasthouden aan God. En toen kwam mijn vrouw, die kwam zomaar in één keer om de hoek kijken. En het gekke was, ik was er helemaal niet naar op zoek. Maar weet je wat de Heer tegen haar zei, dat is echt gebeurd? Ineke, jij gaat voor Marine zorgen, want die heeft dat nodig. Niet één keer. Jij gaat voor hem zorgen. Niet twee keer. Maar 3 keer. Zo, dat is apart. En zo kwam Ineke eigenlijk, nou, plomp verloren in mijn leven terecht. We zijn vrij snel getrouwd. We hebben 2 dochters gekregen. Marlies en Evelien. En een van mijn dochters heeft ook weer kleinkinderen. En zo was mijn leven. Dat heel in het kort over mijn leven. Maar de Heer, die mocht ik al heel vroeg kennen en daar ben ik
heel dankbaar voor. Ik zou er niet zonder willen. En wat ik ook zo mooi vond dat we hier gingen zingen. Hè, ik zing voor de liefde van God. Ook 's nachts. Dan ga ik u hele pad getuigenis geven. Dus echt, echt gebeurd. Ik heb altijd heel moeilijk gehad. Met mijn man zijn, dan denkt hij, nou, dat ga ik dan niet vertellen. Nou, ik ga dit vertellen omdat hij weet dat God zo machtig is. Ik kwam er nooit uit. En op een gegeven moment toen zei ik tegen de Heer, oh Heer, ik kom niet van die ketting af. Ik wil van die ketting af. Heer, wil u mij dan nog eens laten zien hoe dat dan wel moet? Die heeft met mij gebeden, die heeft met mij gebeden. Oudste voorgangers, gaat mijn hele leven lang, maar ik wil er vanaf. Broeders en zusters, en toen ontdekte ik een heel bijzonder geheim. Het was midden in de nacht. En weet je wat ik deed? Ik ging zingen tot de Heer van God. Al die onreine gedachten, die bleven bij me weg. Deze nacht, die nacht, de volgende nacht, de volgende weken. En of je het geloven wil of niet, als ik dat deed, dan had de boze geen vat meer op mijn gedachtenleven. Want mijn gedachtenleven werd vervuld door de liefde van God, omdat ik hem de eer toezong. Hé, dat deed David ook. Als David het moeilijk had, wat ging David doen? Pakte zijn gitaar en dan ging hij zingen voor de Heer. En weet je wat David nog meer deed? David die ging fantastische liederen schrijven voor de Heer. Waarom? Omdat hij de liefde van God ervoer in zijn leven. God had hem vergeven. En vergeving, broeders en zusters, dat is de kracht waarin je eigen kunt zeggen, ik ontsluit door vergeving nieuw sprankelend leven. En ik zeg me bewust sprankelend. Want met de Heer leven, ik heb een prachtige slagzin in mijn leven ontdekt als dit. Met de Heer leven, dat is niet saai. Mijn God is niet saai. Mijn God is fraai. Daar kun je wat mee. Daar heb je wat mee. En daar word je heel erg blij van. Maar ja, nou praat ik over mezelf. Maar hoe gaat dat met u? Hoe ziet David dat nou? David die al zo'n kleine, als ik het goed heb, 500-600 jaar voor Christus leefde. Hè? Maar die ging dat allemaal opschrijven. En wat nou zo bijzonder was, dat mocht ik ontdekken via een ander, en daar heb ik wat verder uitgeplozen, dat was dat David in één psalm eigenlijk, en dat moet je kunnen, ik kan het niet, hij kreeg het wel voor elkaar, omdat hij natuurlijk geleid werd door de Heilige Geest, hij kreeg het voor elkaar om die mensenmassa die er op de wereld was, om die eens te bekijken. Je moet je het voorstellen dat David daar zo zat, en dat hij aan al die mensen dacht, hij was koning, en nou, hij had heel veel mensen onder zich, lakeien, dienaren, maar ook het gewone volk. En ze moesten belastingen aan betalen en weet ik wat allemaal. Maar het waren allemaal verschillende mensen. Ja, en hoe bereik je die nou dan? En hoe moet je die nou zien? En toen heeft David in één psalm heel veel van die mensen beschreven en in categorieën ingedeeld. Gewoon in categorieën ingedeeld. En dat deed hij in één psalm. En die psalm, die ga ik nu voorlezen. Dat is psalm 107. En dan begint hij met, loof de Heere, psalm 107, vers 1. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Er komt geen eind aan. Dat de verlosten des Heeren zo spreken, die hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost. En uit de landen heeft verzameld, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. En nu komt het, dan komen we bij een categorie. Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg. Een stad ter woning vonden zij niet, hongerig waren zij, ja dorstig. Hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid en hij leidde hen uit hun angsten. Let eens op deze zin. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid
En hij redde hen uit hun angsten. En het wonderlijke is dat deze zin steeds weer naar voren komt in deze psalm. Dat is de kern van alles. De kern. En deze categorie, daar behoor ik toe. Ik was een eenzaam mens. Niemand zag mij zitten. Was maar een klein jochie. Ik kon niet zoveel. Mijn vader kon alles en ik mocht niks doen, want ach, Marine die was klein. Dus ik werd ook niet gestimuleerd om iets te zijn. Ik was maar een klein jochie. Niks. Eenzaam. Mensen snapten me niet. Altijd de kleinste van de klas. Goh, dat is wat. En als er dan sport was, dan mocht ik als laatste werd ik nog eens een keer uitgekozen. Nou, daar word je vrolijk van. Nou wil ik wel graag sporten. Nou, dan moet het van mij al niet meer. Want ik was toch altijd nummer laatst. En dat doet zeer in je hart. Waarom doet God zoiets? Wat is de reden daarvan? Ik weet het niet. Maar het gekke is dat God mij toch in mijn nek gegrepen heeft. En mij vanuit die eenzame weg, terwijl ik daar in die woestijn eigenlijk lag te smachten, Heer, wat moet ik toch eigenlijk met mijn leven? Ik wandel in een woestijn, het is zo heet en ik heb geen doel. De Heer die wist wat hij wou. Ik maak een doel in je leven. En dat, broeders en zusters, dat is zo bijzonder in mijn leven geweest. God maakte een doel in mijn leven. Ik heb mezelf niet gevraagd om hier naar de microfoon te moeten gaan en jullie het woord van God uit te leggen. Dat doe ik niet. Dat doet Jezus Christus. Die maakt van niets iets. Hij gooit er één en af. Maar één en. Maar wat is dat een fantastische en die kwijt ben, zeg. De Heer heeft mij tot iets geroepen. En waar? In zijn koninkrijk. Weet u, er zijn wel 150 koninkrijken op aarde. En weet je wel, dat in al die koninkrijken overal onrecht is. Het gaat nooit zoals de mensen dat willen. Nooit. Dat is wat. Dan heb je 150 koninkrijken, je kunt zoeken wat je wilt, maar er mankeert altijd wat aan een koninkrijk. Maar er is één koninkrijk waar niets aan mankeert. En dat is het koninkrijk van Jezus Christus. Want die bestaat uit blijdschap, vrede en gerechtigheid. Maar dat is sterk. Dan heb je een paar pijlers, jongens. Ho, ho. Die gaan nooit weg. En hij deed een treden op een effen weg, vers 7. Om te gaan naar een woning. Dat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen naar de mensenkinderen. Omdat hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerige ziel met het goede heeft vervuld. Dat is prachtig. Dat God die eenzame zo op het hoofd heeft, op het oog heeft bedoel ik. Dat vind ik prachtig. En ik dacht later nog, oh, er zijn 8 miljard mensen zo wat op deze wereld. Zou God dat nou allemaal kunnen? Al die 8 miljard mensen bekijken hoe die toch binnen kan komen? Is God daartoe in staat? Ah, wij gewone mensen, dat kan helemaal niet. Kom op. 8 miljard mensen. Nou, ik kan er misschien 100 leiden, maar 8 miljard? Maar weet u wat de Bijbel daarvan zegt? Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Goed zo. En dat heb ik niet uitgevonden. Het staat gewoon in het woord van God. Dat heb ik niet uitgevonden hoor. Want ik heb het woord van God niet geschreven. Dus het is mogelijk bij God dat hij je persoonlijk leidt. Uit al die 8 miljard mensen kijkt hij jou aan. Ik moet jou hebben. Mag ik jou leiden? En als je ja zegt, jongens, wat er in je leven gebeurt, al die stormen, je overleeft ze wel als je je maar vasthoudt aan Jezus Christus. Dat is categorie 1, de eenzame. Dan ga ik categorie 2. Er waren er die in donkerheid en diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer, omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd en de raders allerhoogste versmaakt. Hadden hun hart door moeite vernederd, zij struikelden en er was geen helper. Wat is dat, die ellende en die ijzer? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan drugs, of aan
een zeer vastgeroeste toestand in onreinheid of wat dan ook. Of u moet stelen. U kunt er niks aan doen. Maar u ziet weer zo, ja, die andere hebben. Ik moet ook wat hebben, dus ik steel maar weer. En ik denk dat het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar je hart wordt daar niet blij van. Er komt de duisternis over je hart en over je denkwereld. En je komt er niet meer uit. En het wordt steeds duisterder. Heer, hoe kom ik eruit? Maar het punt is, wil je wel roepen naar de Heer? Dat is het punt. Er zijn veel mensen die willen niet roepen naar de Heer, maar daar kan hier niks aan doen. De Heer is er wel. Maar waarom doen wij onze mond niet open? Die hebben we gekregen van onze schepper, om hem open te doen. En niet alleen om zachtjes te vragen, ach Heer, wilt u alsjeblieft bij me zijn? Ja. Zo werkt dat niet. Maar als je echt in nood bent, dan roep je wel. Ja, je Heer, help! En wat doet de Heer met zulke soort mensen? Die gaat je bevrijden. Die raakt je aan door zijn geest. En ze snappen helemaal niet hoe het kan. Maar Jezus Christus is daarvoor aan het kruis gegaan. En Hij kan dat. Ik kan dat niet. Ik kan met u bidden, maar bevrijden kan ik u niet. Dat doet Jezus Christus. En als er hier wonderen gebeuren, wil ik u één ding heel goed op het hart binden. Ik ben niet degene die u bevrijdt. Ik ben niet degene die u gelukkig maakt. Ik ben niet degene die... enzovoort. En waarom zeg ik dat? Omdat als dat hier gebeurt, en dat gaat gebeuren, dan weet ik maar één ding die met me meegaat. Dat is Jezus Christus. Hij doet het door mij heen. Je zou het eigenlijk een beetje kunnen noemen dat ik een soort heroud ben van Jezus Christus, omdat ik die genade van hem heb mogen ontvangen. Maar dat is dan ook echt alles. Echt alles. Ik wil geen enkele eer naar mij toe. Alles wat Jezus Christus hier doet, het moet allemaal zijn ter ere van zijn naam. Mijn naam is helemaal niet belangrijk, broeders en zusters. En of ik uit Emmen kom, is helemaal niet belangrijk. Weet je wat belangrijk is? Of mijn hart gericht is op Jezus Christus en zijn koninkrijk om die te dienen. Want ik dien een hele hoge God. Een machtige God. Moet je zo heen kijken. De bomen, de planten, de dieren, alles heeft hij gemaakt. Heb ik daar een vinger naar uitgestoken? Was ik in staat om een boomje neer te zetten? En zeg, nou groei maar. Kom. Nou, ik kan lang wachten. Maar wat hem niet. Of, ja, en zo zou je over de hele schepping kunnen zijn. Of dacht je dat ik daar een zand voor de zee kon gaan staan en kijken over de zee? En nou, zee, kom maar, spoegel maar omheen. Die heb ik toch even mooi voor elkaar gebakken. Zal ik je wel vertellen, ik heb nog geen druppel gemaakt. En toch zijn er miljarden druppels, waardoor er een zee ontstaat en u mag erin baren. En zo is het ook met het water van God. Heb ik maar één druppel water van God zelf gecreëerd? Nooit. God had het voor mij gecreëerd. God heeft het allemaal in zijn hand. En dan zult u merken dat dat ijzer waar ik het over heb, waar mensen zeggen, oh dat kan niet hoor. Nee, er komen allemaal psychologen. Zo'n plakketje voor het gezicht. Zo'n plakketje. Oh, u hebt autisme. Nou heb jij even pech. En jij dan? Oh, ik heb ADHD. Ja. En jij dan? Nee, ik heb niet een verhaal. En jij, ik heb dan mijn hart. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf. Hoe gaan we daarmee om? Kunnen wij in alle nederigheid naar Jezus Christus toe gaan en zeggen, Heer, ik heb die en die kwaal en wilt u mij genezen? Amen. En weet je wat de grondslag is, ook wat genezing betreft? Dat is de nederigheid van de mens. Uw welwillendheid maakte mij groot, heb ik ooit eens in een gedicht gezegd. Het was de welwillendheid van Jezus Christus om mij aan te raken. En zo werd ik groot. Het was mijn einde kunnen niet. Het was niet mijn eigen spreken. Het was de liefde van God die mij opbouwde in mijn geest om zo te leren denken. Want er moest een omslag komen in mijn denken om zo te kunnen denken.
Want dat is ook een kunst. En broeders en zusters, die kunst kunnen wij allemaal leren. Dat heeft God ons geopenbaard in de Bijbel. Jezus Christus kunnen wij allemaal aannemen. Dat is niet moeilijk. Het enige wat u mag doen, en ook moet doen waarschijnlijk, Heer, help mij. Wat een korte zin. Heer, help mij. Wat is daar moeilijk aan? Maar we zijn zo eigenwijs. We willen het graag allemaal zelf doen. Zolang als u dat doet, komt u geen steek verder. Als ik zou het zelf wel oplossen, nou oké. Heer, die dwing je, dan zeg je, oké. Ik heb nog wel een week vakantie hoor. En ook nog wel een jaar. Zal de Heer hem. Nou, is dat zo? Natuurlijk heeft de Heer dat verdriet van als je het niet doet zoals de Heer dat zou willen. Maar hij laat aan u de keus. Hij dwingt nooit een mens om in het Koninkrijk van God te gaan handelen. Het is allemaal vrijwillig. Maar het is door genade heen dat wij kracht ontvangen om in het Koninkrijk van God te leven. En nu ziet hij het weer. Toen riepen zij tot de Heer, vers 13, en hij verloste hen uit hun angsten. Dat is de kerk. Hij voerde hen uit hun donkerheid en diepe duisternis en verscheurde hun banden. Dat zij de Heer loven om zijn goede tierenheid en om zijn wandelen naar de mensenkinderen. Omdat hij koperen deuren heeft verbroken en ijzeren grendels verbrijzeld. Jezus kwam om te verlossen, om die banden te verbreken. Dat is prachtig. En dan kom ik weer naar een andere categorie. Er waren dwazen die wegens hun zondige wandel en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden. Hun ziel gruwde van elke spijze. Ze waren de poorten des doods nabij. En dan komt weer die zin. Toen riepen zij tot de Heer in hun benauwdheid en hij verloste hen uit hun angsten. En nu komt het, dat vond ik zo mooi. Hij zond zijn woord, dat is in vers 107, vers 20. En schrijf die maar eens op, want dat is eigenlijk heel bijzonder. Hij zond zijn woord, hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen. Hé, als je dat goed leest, hij zond zijn woord. David had het al onderkend. David schrijft hierover. Hij zond zijn woord en hij genas. Maar Jezus was nog niet eens openbaar geworden. Hoe kan dat nou? Er klopt iets niet. Of klopt er veel meer dan dat we in de gaten hebben. God wilde altijd al met de mens omgaan. Vanaf de Hof van Eden wou hij al met de mens omgaan. Daar zijn we voor gemaakt. Maar ja, we zijn eigenwijs geweest. We zijn in zonde gevallen en weet ik wat allemaal. Was het nog Gods schuld of was het nog de mensen schuld? Ja. Natuurlijk was er een verleider, de Satan hemzelf. Maar ja, je moet ogen krijgen hoe daarmee om te gaan. En nu zie je dat zelfs voor Jezus geboorte, God zomaar het woord zendt. Moet je eens nagaan dat je iets hebt, en je kent Jezus nog niet eens. En dat je daar tot de Heer, help mee. Boom, het is goed. Wat betekent dat? God is, blijft, tot in de eeuwigheid, dezelfde. Waarom zou God het in de vroege eeuwen anders doen dan in de latere eeuw? God had dat in feite helemaal niet nodig. Maar ja, we hadden het over ijzer. En weet je wat het is? Ik ontdekte dat Jezus Christus de breekijzer des Heren is geweest. Hij breekt het ijzer kapot. Wat wij niet kunnen, dat doet Jezus voor ons. Daarvoor is hij naar het kruis gegaan. Hij werd breekijzer vanuit liefde tot ons. En dan gaat hij verder. En steeds weer, hè, dat ze de Heer loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Ze hebben dat als een wonder ervaren. Dat God zomaar ingreep. En dan gaan we naar vers 20. Er waren er die met de schepen de zee bevoerden, de handel dreven op de grote wateren. Zij zagen de werken des Heren en zijn wonderen in de diepte.
Hij sprak en deed een stormwind opsteken. En die haar golven hoog omhoog hief. Zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepte, hun ziel verging van ellende. Nou, kun je voorstellen, windkracht 14 op zo'n schip, zien we dat je erdoor komt. Nou, ik denk dat er heel wat angstkreetjes zijn geweest bij dit soort mensen. Zij tuimelden en wankelden als een beschonkelde. Al hun wijsheid werd verslonden. Ja, ze waren heel kundig om met de schepen om te gaan. Maar als het zo idioot een keer gaat, nou, dan kun je de wijsheid goed ook maar in hebben, want die kun je weggooien overboord, daar is niks aan. Je wordt zo benauwd als men kan. Toen riepen zij tot de Heer in hun benauwdheid en hij voerde hen uit hun angsten. Hij maakte de storm tot een zacht zuizen. Moet je eens voorstellen dat je daar eerst in windkracht 12 zit en over 2 uur, oh, wat een heerlijk briesje, jongen. Ook eindelijk weer vaar. Ik voel me ook niet meer misselijk. Nou, die heeft me verhoord hoor. Nou, en alle passagiers kan ik ook gelukkig aan de overkant krijgen. En mijn vracht kan ik ook aan de overkant krijgen. Nou, die glimlach daar toch over. Dat vindt de Heer geweldig om de mens uit de nood te redden. Zodat de golven stil werden. Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen. En hij leidde hen naar de gaven van hun begeerte. Ze wou ergens naartoe. Ja, door die storm werd het onmogelijk. Maar toen de Heer de boel tot zussen brak, zij kwamen er. En weer diezelfde zin. Dat zij de Heer loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. Dat zij hem verhogen in de gemeente des volks. Hé, daar komt de gemeente toch al bij. Het wordt steeds fraaier, mensen. Hij heeft het nog niet meer op de enkeling gericht. Nee, het wordt de gemeente des volks. En dat zij hem loven in de raad der oudsten. Zo. In één keer gaat David zien dat er ook een gemeente in de toekomst gaat ontstaan. Zomaar door de geest van God komt er maar zo tussendoor. Heb ik niet uit, want het staat erin. Ik ben helemaal daar niet mee begonnen. Maar de geest van God die leidt hem daar naartoe. Hij zegt, weet je waar het nog het allerbeste is? Dat je in een gemeente komt met wijze oudsten. En die je ook op die weg kunnen begeleiden en helpen. En een richting geven, zodat je niet alleen komt te staan. En is er dan een nood om die, kun je het bespreken met de oudsten? En die gaan het weer met elkaar bespreken. Heer, wat moeten we ermee? En dan zegt de Heer, zal ik jullie leiden door Gods geest? Willen jullie dat graag? Nou, ik zou wel eens een gemeente willen horen die zegt, ik heb er geen zin aan. Dat is toch raar? David had dat door. David die had door dat je door de geest van God uit je angsten en uit je problemen wegkomt. En het maakt niet uit in welke categorie u valt. Ik heb u al die categorieën voorgelezen om te laten zien dat er zoveel categorieën zijn. En David doet het al 500-600 jaar voor Christus. En als u zegt, was jij erop gekomen, dan zeg ik nee. Heel simpel, nee. Maar omdat de Bijbel het Gods woord is, laat God zien dat hij toen al zo dacht. Dat hij wist dat er verschillende categorieën waren en dat hij daar verschillend mee om moest gaan om daar ook een verschillend, maar goed antwoord op te geven. God geeft antwoord op al onze vragen. En dat vind ik zo bijzonder, dat het in die psalm zo die kernzin steeds weer naar voren komt. Hij maakt stromen tot een woestijn. En waterbronnen tot een dorste rand. Vruchtbaar land tot zachte grond. Wegens de boosheid van die daar wonen. Hij maakt de woestijn tot een waterpoel. En dorste grond tot waterbronnen. Ziet u? God kan het aan die kant doen en aan die kant doen. Maar er is één verschil in het Nieuwe Testament. Ik zeg Nieuw Testament, eigenlijk is nieuw en oud helemaal niet goed. Het is eigenlijk één Bijbel. En laten we dat heel goed snappen. Maar er is in dit nieuwe koninkrijk is er maar één bedoeling. Dat wij geen woeste grond meer tegenkomen. Dat het niet meer andersom hoeft te zijn. Wij kunnen uit genade in vrezen des Heren leven. En doe je dan gek? Moet je dan weet ik niet wat voor over hebben? Nee hoor, het belangrijkste is
dat je je hart gewoon openstelt voor God en zegt, Heer, hier ben ik, dit is mijn situatie en wilt u mij helpen? En ook als het financiële nood is, want dat kan ook. Dan zegt de Heer ook niet van, ik heb je niet gezien hoor. Dat is je eigen schuld. Je had het toen en toen maar wat beter moeten doen. Dat doet God niet. God loopt niet met de vinger langs uw leven. Hé, broer, zo ben ik opgegroeid, broer, in zo'n soort kerk. Dat is mijn God niet. Mijn God heeft mij veranderd. God heeft mijn denkwereld veranderd. Ik loop niet naar u toe. Oh, broer, laat je nooit moeten doen. Zo vertel je bent. In plaats dat ik naar mezelf kijk en zeg, zover dat ik ben. Want ik ben ook zo begonnen. Dus, ik ben volkomen gelijk aan u. Houd dat heel goed. God heeft mij niet boven mensen gesteld. God heeft mij tussen de mensen gesteld. En als je Jezus goed volgt, hè, weet je wat Jezus deed? Hij kwam van de allerhoogste troon. Kwam hij naar de wereld toe, werd daar geboren als een kindje in een kribbe. En hij werd opgevoed door een timmerman en zijn vrouw. En langzamerhand werd hij groot. Maar hij moest heel klein beginnen. En waar begon hij? Niet zo mooi zien. Ik ben Jezus. Nee, hij moest beginnen midden tussen de mensen. Gewoon zoals je was. En God begenadigde zijn geest met zoveel wijsheid dat hij de mensen kon helpen. En ik denk daarbij aan de bezeten knaap, die daar door het vuur heen moest en, oh, en die oude zaken binnen in de maag. Heer, help! Kom ons toch te hulp! Want dit kunnen wij niet aan. Want vandaag doet hij dit en morgen doet hij dat. En dan zegt Jezus, oké, wil je dat ik help? Ik help. En de man werd volkomen genezen. En wat deden die mensen mee? Ze gingen de Heer loven en prijzen. En ik geloof, broeders en zusters, dat wij toe moeten groeien naar een boodschap van hel, van verzoening, van bevrijding, van verlossing, van genezing. En waarom? Omdat Gods koninkrijk, die komt met kracht, die baant zich met kracht in de wereld. Heb ik die kracht? Nee hoor. Ik heb geen kracht. Maar vanuit Jezus Christus, daar mag ik kracht hebben. En dan gaat u zien dat die kracht u gaat veranderen. Jezus verandert mensen. Onthoud dat heel goed. Ik kan nooit een mens veranderen. Maar Jezus kan dat wel. En toen ik dat allemaal zo bedacht. En toen ik hoorde dat zelfs mijn boek bij jullie bekend werd gemaakt. Waar ik niet om gevraagd heb. Echt niet. Daar zat een verhaal achter. Ja. Ik ben eerstleden jaar ben heel ziek geweest. Mijn vrouw weet ervan. Ik heb wel 20.000 keer, om zo eens te zeggen, een hamer op mijn hoofd gehad. En die sloeg mij met volle kracht op mijn hoofd. En ik kroop over de grond van ellende. Maar ik ken de Heer al jaren en hoe ga je daar nou mee om? Was dat nou de bedoeling van God? En ik kwam in de eenzaamheid terecht. Maar ik zal u één ding vertellen wat ik niet gedaan heb. Ik heb niet gedaan dat de boze vinger achter mijn leven kreeg. Dat ik zei, Heer, nou laat je me iets overkomen, dat is niet eerlijk. Ik heb al die jaren voor u gewerkt en nu gooit u me zomaar een jaar in de eenzaamheid. Ik heb daar geen zin meer aan, Heer. Zoekt u maar lekker uit. Nou dien ik u niet meer. Ik zal u zeggen wat ik gedaan heb. Er kwam een zin in me op. Zoiets als die aanval kwam. En dan zei ik, Jezus van Nazareth, help mij. Jezus van Nazareth, terwijl er de pijn om me heen knalde. Het was om gek van te worden. Maar ik riep steeds Jezus van Nazareth. En na die periode, toen kwam ik eindelijk weer in de running. Mijn vrouw heette, want die knikt. Toen kwam ik eindelijk weer in de running. Maar ja, ik moest uit de gemeente en ik zat helemaal alleen. En toen heb ik iets in die periode wat meegemaakt wat ik nooit vergeef. En dat was dit.
ik had de heer dus niet vervloekt. Toen zei ik, heer, hoe moet ik dat nou zien? En toen leidde de heer me naar een heel bijzonder gegeven. En dat is het gegeven van Sadra, Mesach en Abednego. En die mensen, die hadden ook zo'n connectie met God. En ze weigerden om te buigen voor die boze geest, ze weigerden dat. En ze kwamen uit dat vuur, toen ze erin gegooid werden, want ze wilden niet buigen voor die Baal. Nee, dat doen we niet hoor. Wij zijn Israëlieten, wij zijn van God, sorry. Ja, en toen kwamen ze eruit. Ah, er zat nog geen scheurtje aan het liggen. En ik was, zonder dat ik het in de gaten had, was ik ook in de pijn terechtgekomen. Dat wilde ik niet, dat gebeurde gewoon. Maar weet je wat voor genade ik mocht meemaken? Dat God zei, maar je hebt mij niet vervloekt. Ik ga verder met je leven. Zo. En weet je wat het geheim is van al deze dingen? Dat als je je vasthoudt aan God, dat God steeds verder gaat met je leven. Hij stopt. Nooit. Zelfs niet ineens meer. Dan gaat God nog doen. Dat is die woestijn, hè? We willen geen woestijn. Nee, natuurlijk niet. Ik zit er niet op te wachten. Maar als het gebeurt, wat dan? Dan moeten we ons toch onze oog richten op Jezus Christus, onze Heer. En nu heb ik de vraag gekregen of ik iets over mijn boek wilde vertellen. Nou, dit was het woord wat ik bracht. En ik zal iets over mijn boek vertellen. Niet veel, want het gaat niet om het boek, het gaat mij om de Bijbel en het woord van God. En nu ziet u hier iets, ook weer het kruis. Het wonderlijke is dat God iets met dat kruis heeft in mijn leven. En u ziet hier wat bloemen omheen. En weet je wat die bloemen zijn op dat kruis? Ik heb heel erg de ziekte van Crohn gehad. Nou, mensen die het toevallig weten, ja. Nou, je wordt er niet vrolijk van. Hè? Oh, heb je daar ook last van? Ja. Jongen, wat een rotziekte, hè? Daar word je niet vrolijk van. Ik wou dat hij nooit uitgevonden was. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Precies. In dit boek, dan laat ik zien dat God heel veel dingen in mijn leven ook ten goede heeft laten gebeuren. En toen ik dus die ziekte had, toen vond ik dat heel moeilijk. Ik ben ten dode toe ziek geweest. Dokters gaven geen stuiver meer van mij. Ik was bijna 28 jaar en ik zou heen gaan. Erg, hè? Ik zou dood. Er was geen kruid tegen gewas. Ik was fel en bot. Kon niet meer opstaan. Toen heb ik in mijn ellende gezegd, nou heer, neem me maar weg. Het is goed zo. Ik heb hier 10 jaar gediend, van mijn 18e tot mijn 28e, bijna 10 jaar. Nou, als hij niet meer in zit, pech. Het is niet anders, ik kan niet meer hier, hier hebt hij me. Maar toen kwam Jezus. En weet je wat Jezus deed? Die raakte mij aan. Maar op een manier die zo geweldig is, dat ik het nooit vergeet. Want de Heer die kwam bij mij in een storm. Hij begon te donderen en te bliksemen en het onweer knalde door de lucht. Eén grote majesteit van God, de machtige donder. En er was een grote rots. En ik kon er niet overheen en niet onderdoor. Maar dat onweer dat kwam. En de bliksemschicht en knalde door de lucht. En ineens was er een bliksemschicht. En die verpletterde dwars door binnen die grote rots waar ik niet doorheen kon. En weg leek ten einde. En de rotsblokken die knalden omheen. En God, die liet mij zien dat ik verder kon. Ja, maar ik was nog doodziek. Ik had zelfs mijn moeder verteld, ik ga overlijden. Die dag ben ik naar beneden gegaan. Mama, moet je eens goed luisteren? Mijn moeder leest niet meer. Moet je goed luisteren? Deze jongen gaat niet dood. Ah, jongen, dat kun je toch niet maken, jongen. Dat kan niet. Vooral mijn ding. God heeft mij belofte gegeven dat hij mij alles weer terug zal geven. Leven, mijn gezondheid en alles. Oh, jongen, dat kan.
Nee, bij de mens is dat onmogelijk. Maar bij God is het mogelijk. Ik sta hier voor u. Ik was 27 jaar. Nu ben ik 77. En ik mag nog spreken van de goedheid van God. 50 jaar later. Hier ben ik. En wie heeft het gedaan? Marius? Nou ja, maar Jezus Christus wel. En daarom geloof ik dat als wij ons houden aan de wetten van God, zullen wij leven ervaren. Leven zolang als God het bedoeld heeft. We leven vaak soms ook nog tekort. Ja, dat komt door onze zonden. Maar als wij onze zonden beleiden en de Heer hooghouden in ons leven, dan zullen we ook leven ter ere van Jezus Christus. En dat is mijn boodschap, broeders en zusters. Leven ter ere van Jezus Christus. Wie wil dat nou niet? Wie wil dat niet? Zeg eens zelf. Oh, niemand? Hé, dat verbaast mij. Dat gaat goed hier. Dat lijkt me een goede, gunstige zaak. Want dan praat ik hier niet voor mezelf. Maar ik praat hier als een heroud van Jezus Christus. Om u die blijde boodschap te brengen. Dat dat mogelijk is door Jezus Christus, onze Heer. En dat is prachtig. En ik zal u eerlijk vertellen. In dit boek, daar staat zoveel. Het is up and down. Down and up. Maar ik heb prachtige dingen meegemaakt. En de aanleiding was een droevige geschiedenis. Maar die ga ik u niet vertellen. Maar dat vind ik een beetje te ver. Maar het was wel droevig. En toen zei ik tegen de Heer, wat gaat u nu aan die droevige zaak doen? En toen zei de Heer tegen mij, meneer, jongen, je gaat een boek schrijven. Oh, mooi niet. Mooi niet. Doe ik niet. Nee, joh. Oh, nee. Ik ga geen boek schrijven. Ben je nou helemaal, man? Oh, ho. Ik heb daar een bedoeling mee. Jij weet hoe het in je leven gegaan is. En je moet laten zien dat het mogelijk is door Jezus Christus onze Heer. Dat je in alle situaties steeds er doorheen komt met mij. Jij moet dat boek schrijven. Voor mij. Oh, dat durf ik niet. Ik durf het gewoon niet. Ik had me nooit wat geschreven. Laat staan een boek. Maar ik deed het uiteindelijk toch. En het is ongeveer 2-3 jaar geleden toen is het boek uitgekomen. En ik zal u zeggen wat er gebeurde toen ik dat boek had geschreven. En dat duurde heel lang. En ik ben door de examencommissie gegaan. En ik weet niet wat er allemaal achter me allemaal gebeurd is. En er was die drukkerij die dat dus moest doen. En ook de uitgever die dat moest doen, die had daar een vergadering daarover, over mijn boek. En toen hoorde ik achter in de zaal mensen roepen, dit boek moet uitgegeven worden, want zo'n boek hebben wij nog nooit op onze desk gehad. Was ik niet. Niemand in de zaal. Nee, nou, dan moet ik het. En toen vroeg ik later, hoe kwam dat toch, dat die man dat zo riep? Nou, zegt hij, zal ik u eerlijk vertellen hoe dat kwam? Nou, het was eindelijk eens een boek die het toe deed. Geen moeilijk en heel zwam verhaal over een of ander onderwerp, over een geologisch probleem, of een natuurkundig probleem, of een klimaatprobleem, of noem alles maar op. Dit was een boek wat je naar het leven brengt. Dat hebben we nog nooit op brood gehad. Nou, nooit. Dit boek moet uitgegeven. En weet u, ik ben heel blij dat God dat zelf doet. Ik had het niet gedaan. En het heeft mij veel vreugde gebracht. Ja. En ik zou zeggen, en dat is een getuigenis namens die boek, er was iemand in Velten, en die had een gezin, en die had heel veel moeilijkheden in zijn gezin. En die had natuurlijk ook gelezen hoe ik door alles uitgekomen ben en alle ellende en hoe ik door de eenzaamheid en noem alles maar. En toen zei hij tegen zijn gezin, zijn mam, mama en pap, ik speel het maar even, zijn mam, weet je wat wij moeten doen? Nou, wij gaan morgen, gaan wij met ons hele gezin naar voren en we gaan de moeilijkheden bij Jezus Christus zijn. En dan moet de Heer toch kunnen verhoren dat ik met die en die moeilijkheid zit en jij met die en die moeilijkheid en met mijn dochter met dit en mijn zoon met dat. En we gaan allemaal naar voren. Niemand wist dat zij dat boek gelezen hadden. Ze gingen zo naar die oudste toe. Hoe zou ze hebben een boek gelezen en er staan zulke mooie dingen in. En als God dat bij hem kan, dan moet hij dat bij ons toch ook kunnen doen. Dat weet ik niet bedacht. Hij vertelde mij dat zelf door de telefoon. Was super verbaasd. En hij is met zijn hele gezin naar voren gegaan. En het gaat goed met hem.
Is dat niet geweldig? Nou, daar is dat boek voor. Niet om te zeggen, goh, wat ik mooi boek geschreven, maar de Bijbel is veel mooier. Dat kan ik niet eens tippen. Dus laten we daar alsjeblieft heel goed neerzetten. Dit is de Bijbel en dat is maar het boekje van meneer is. Maar wel onder leiding van Gods Geest geschreven, dat durf ik wel te zeggen. Dat durf ik wel te zeggen. Broer en zus, is dat niet geweldig? En nu ga ik iets doen wat heel grappig is. Ineke, wil je de microfoon vast houden? Als je nog wat plaats is. Ja, we zijn er nog niet helemaal. Stel u nou eens voor, u bent zo'n kop. Ja. Wat vindt u van die kop? Wie vindt er wat van? Niet mooi. Wat zeg je? Niet mooi. Niet mooi. Wie vindt hem ook niet mooi? Dat is geen probleem. Ik vind hem wel mooi. Wij vinden hem wel mooi. Wie vindt hem niet mooi? Hij is zo zwart. Ja, precies, hij is zo zwart. En zit er een heerlijkheid aan? Nou. Wat ik hier in de handen heb is heel duur. Goed, ik ga nu wat doen. We leggen de Bijbel en mijn boek even aan de kant. Zo. Dat hebben we even niet nodig. Dan wordt het dan niet nat hier, hè? En dit is lauwe soep. Zuster, dan krijg ik niet datgene waar ik om gevraagd heb. Ik heb nu lauwe water. Ja, dat is de beste. Ja, dat is juist! Mag u dit voor uzelf opdrinken, of niet, dan moet u zelf heen. Maar schenk me nu maar in water in. Dat moet lekker heet zijn. Ja, wat dan wel doen? Moet je overstromen of niet? Nou, helemaal niet. Nee, het moet heet water zijn. En dan hoop ik bijna niet dood. Ja, hij doet het dan. Wat ziet u? Hé? Ja, dat is mooi. Wat gebeurt er? Oh, nou, zuster, lees het maar eens. Ja, 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 klopt. Ja, dit is geen kant. Ja. Kunst. Nou, ik heb het. Oh nee, daar staat er kunst op. Maar deze man, die ben ik ooit eens tegengekomen. En ik laat het even aan jullie zien. Nee, staat hier in. The way to peace of soul. Enige die leest het al. Ja. Ik laat u dat zien. Wat een wonderlijke kop. Hij was eerst zo zwart uit de nacht. Ja. Dus het is niet zo'n gewone kop. En waarom laat ik dat nou zien? Oh, toch hoor. Oh, ja, is dat lekker? Hij houdt van dat, ja. Nou, die heet ze. Zo, heb ik mij door gelegd. Maar waarom laat ik dat nou zien? Eigenlijk zit hier een prachtig beeld in, broeders en zusters. En mag ik nou een geweldige... Zit er onderrekening maar eens? Zit er onderrekening maar eens? Nee, dat weet ik, ja. En waarom laat ik dat nou zien? Ik heb u van die verschillende categorieën verteld, dat het in één psalm zo zit. Maar eigenlijk, ieder mens is zwart. Snap je wat ik bedoel? Zwart. En die hebben het levend water nodig. En de Bijbel zegt in Openbaring 3 vers 16, zo in mijn hoofd. Ik spuug u uit, omdat u lauw bent. Was u maar heet. Of was u maar koud. Dus aan lauw water heb je niks, dan krijg je geen kleur. Aan koud water heb ik ook niks, dan krijg je ook geen kleur. Wat heb ik nodig? Heet water. Knalheet. En hoe krijgt u die hitte in uw hart? De liefde van God die zo met grote agape naar u uithaalt. Als u het levend water toelaat in uw hart. Dan pas komt je in vuur en vlam te staan voor Jezus Christus. En dan zal ik u zeggen wat er gebeurt. Dan wordt dat zwarte kopje, dat wordt een blij kopje. U krijgt een nieuw schilderij in uw leven. Met een nieuwe bestemming. Waar u blij en waar u gelukkig van wordt. Want God heeft ons geluk op het oog, broeders en zusters. En daar gaat het mij om. Daarom laat ik u dit zien. Voelt u zich zwart vandaag? Zegt u, oh, jongens, dat wordt het niet meer. Of zeg je, ik ben nu aangeraakt door de boodschap van God. En het is geen boodschap van mezelf. Maar het is een boodschap van Jezus Christus.
en die komt tot u. Hij zond zijn woord. Door mij heen naar jullie toe. Maar het is zijn genade als hij jou, of jou, of jou aanraakt. En als u dan vanuit die situatie ervaart, hé, ik ben geen zwart kopje meer. Ik word warm voor God, ik word heet voor God. Ik heb zin om met Jezus Christus om te gaan. Niet om te laten zien, joh, wat ben ik een vrome Jood in één keer geworden, want daar gaat het niet om. En dat is natuurlijk onzin. Maar gewoon om te laten zien dat Jezus Christus in je leeft. En laat de mensen maar eens verbaasd kijken. Goh, bestaan er ook nog echte christenen? Hoe is het mogelijk? Nou, ze bestaan gelukkig wel. En ik durf zeggen, ik ben er ook één van. Ja? En ook ik was hartstikke zwart. Want ik wou dood, dus ik was een zwart kopje. Maar God heeft er het levend water in gegoten. En toen werd ik warm voor God. Ik ben warm voor Jezus Christus. En ik dien hem. Maar ik heb geen miljoen in mijn achterzak. Maar ik dien hem wel. En daar gaat het om. En nu ga ik u wat vragen. En dat kan me niet schelen in welk terrein of het is. Als je, ja, ik heb hier last van, of ik heb daar last van. Of ik kom niet uit die dwangmatige gedachten. Of ik kom niet uit mijn schulden. Of maar er is zo'n last in mijn leven, op welk terrein dan ook. Als u nu gelooft dat Jezus Christus u kan aanraken om verder te komen in het Koninkrijk van God. En nogmaals, op deze al die aardse koninkrijken vindt u het niet. Dan zult u uw verlossing niet zien, nog vinden. Durf ik rustig te zeggen, die vindt u hier niet. U kunt naar psychologen gaan en die plakken je allemaal plakketjes op, maar u bent niet bevrijd. U bent niet tot inzicht gekomen dat je bij Jezus moest zijn. Maar ik zeg u, als u dat inzicht u ervaart dat u bij Jezus wilt zijn, dan ga ik Hans vragen. Hans, wil je met me mee bidden? Ook maar één is, die zegt, ja, maar die Jezus, die wil ik te dienen. Wat mijn probleem is, Heer, help mij. Als u dat ervaart in uw leven, ga ik voor u bidden. Niet omdat ik veel sterker ben, maar omdat ik geloof dat Jezus Christus u wil verder helpen op de weg waar u al mee bezig bent. Of misschien in uw hart heel voorzichtig aan denkt. Want de Heer wil uw gedachten vernieuwen. Dat het mogelijk is bij God. Bij God zijn veel meer dingen mogelijk dan wij denken. Voor mij, als ik zou bidden, als zou u een tekort been hebben, ik noem maar eens wat. Dan zou ik zeggen, wil u dat? Dan laat de Heer het maar doen. Want ik kan het niet. Laat de Heer het maar doen. Kom maar naar voren, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Maar ik doe het anders. Is deze boodschap een boodschap geweest waarin u...